Het Prinsenhof in Lieshout was afgelopen dinsdag het toneel van de opname van een nieuwe Bavaria commercial. Oud-voetballer en zanger Björn van der Doelen roept op tot het tekenen van een petitie om carnaval voortaan met echte vrije dagen te kunnen vieren. Bavaria had voor de opname zo'n 90 figuranten weten te strikken. En ook Bavaria-topman Nout Swinkels figureerde in de nieuwe commercial. Ik heb straks ook een rolletje. Een klein rolletje. Ja, dat weet ik niet. Dat is nog een verrassing. Dat krijg ik nog te horen. Ja, ik ben chef gevaren. Niet meteen een lijn zetten, dat is allemaal geheim dit, hè? Nog. Maar niet lang meer. Na uren oefenen, proefopnames, nog eens repeteren, was het dan eindelijk tijd voor de officiële opname van de nieuwe Bavaria commercial. Actie! Eén ding is zeker. Dit feest. Dit feest. En dit is het uiteindelijke resultaat. En nou is het genoeg. Het kan toch niet zo zijn dat wij, hardwerkende Brabanders en Limburgers, ieder jaar weer onze zuurverdiende vakantiedagen in moeten leveren om het feest der feesten te kunnen vieren? Carnaval! Of vastelavond, zoals het ook wordt genoemd. De mooiste tijd van het jaar. Het is klaar. Ik wil mijn carnaval vrij. En ik ben heus niet de enige. En daarom trek ik samen met Bavaria ten strijde als jullie eigen onbevreesde vrijheid strijden. Als niemand minder dan chef Kevaar. Want of je het nou vastelavond of carnaval noemt, of je kostuum of gewone pekskanet, één ding is zeker. Dit feest is belangrijk. Dit feest is van ons. Dit feest moet vrij gevierd kunnen worden. En dat kunnen wij samen verzorgen. Dus sluiten wij het aan. En teken de petitie op carnavalvrij.nl. En laat zien dat ook jij en carnaval vrij wil zijn. Met een carnaval en met een vrijheid. Als we 40.000 handtekeningen hebben, ga ik persoonlijk naar de Haag. Daar kunnen we op rekenen. Dus ik reken op jullie!